even heel kort stilstaan bij weggaan van deze mooie en dynamische afdeling. 18 jaar hard gewerkt met z'n allen. Ik zie Leon lachen. Ja, waarom ga je weg? Ik zie een uitdaging voor mezelf. Dat is enerzijds. En anderzijds, het is goed als iemand heel lang binnen een afdeling loopt om een andere richting te gaan. Dat er een frisse wind gaat waaien. Nou, die is met komst en aan de hand is dat een aantal jaren geleden al ingezet. Ik heb ook alle vertrouwen dat dan met z'n team de dingen blijven verbeteren. Ik wil Anand bedanken voor de ruimte die hij mij laat om deze functie te gaan bekleden. En ik wil jullie bedanken voor de over het algemeen prettige samenwerking. Ga je doen. Jij ook bedankt. Ja, bedankt. Zoenen. Dat is niet. Oké, dat is echt. Waar is dat doen? Bentie. Oké, leuk. Ja. Ja. Bedankt. Nou Sander, ik wil ook nog even kort iets kwijt. In het begin dacht ik van, daar gaan we. Ja. We hebben ook op een gegeven moment een woordenwisseling gehad die op papier is vastgelegd, dat weet ik nog. Ja. Oh, goed. Toen zei je ook, dat had ik niet verwacht. En dat vond je een hele aardige jongen. Want dat heb je gezegd. En dan ben ik nog steeds trainer. Nou, ik vind echt dat we heel prettig hebben samengewerkt. Je hebt heel veel gedaan. Heel veel goede dingen. Ook af en toe... beetje hard, maar goed, dat hoort bij jou. Heel veel goede dingen uit voortgekomen, denk ik, voor de afdeling. Jongen, het is je gegund deze stad. En hartstikke bedankt voor alles. Ook voor mij, van mijn kant persoonlijk. Dus je hebt mij ook enorm geholpen. Dus hartstikke bedankt. En de echte reden dat er gaat, is dat hij weg moet. Ik ben op dit binnenkwam. Dat is lang geleden. We hebben elkaar ouder zien worden. We hebben nog naar de foto's gekeken. Grote verandering. Maar wat dat dan gaat, zie je alle mannen spontaan grijs worden hier. Hallo. Waar geen haar zit, kan je niet grijs worden, heb ik al gezegd. Dat is jammer. Maar niettemin 18 jaar, hoge jaren, hoop wissels meegemaakt, hoop mensen zien komen gaan, mensen zien verliezen, hoort erbij. Dat is een groot deel van je leven. Maar wel een interessant deel, denk ik. En ik weet ook wij wel eens botsen hadden. Maar dat heb je in de beste huwelijken, dus dat maakt niet uit. Precies. Dus bedankt. Dat is niet verwachten, hè? Nee, die zit wel op. Speak from the heart. Is goed. Ja. Ik heb jou binnen zien komen. Zoals velen. Ik moet zeggen, we hebben goed samengewerkt. Dat een aantal dat je aanpakt, dan met productie gedaan. Ja, we hebben toch verschillende visies van denkwijze, zo te zeggen, met z'n tweeën. Uiteindelijk zijn we toch wel heel vaak op één rechte lijn terechtgekomen. En op zich, ik vind het prettig weer samenwerken. Ik hoop dat hoe zal ik dit zeggen, een beetje zeggen. je kenmerk van jou is natuurlijk een beetje chaotisch, een beetje rommelig. Overal een stapeltje, overal een ritje, datje. En onbewust niet volgens daar af en toe een beetje meegaan. Laat ik het gewoon eerlijk in. En ik hoop dat we daar ook wel de positieve dingen uit mogen halen en mogen behouden hier dan. En ik wil je heel veel succes wensen in het magazijn. Het zal een hele zware job worden, ben ik van mening. Zal het veel last van ons hebben? Ook veel last van ons hebben. Ik hoop dat je het redt, dat ben ik heel eerlijk in. Hoewel ik me af en toe wel een beetje, jou met persoon die daar neerzet, dan heb ik zoiets van, een leuke uitdaging voor je, wat je net al aangaf. Maar ik wens heel veel succes
En ja, misschien tot later. Ja. Zoenen. Ja. Ja. Next. Hij is de man erachter. Hij is de man achter de camera. De rest is stil van, denk ik. Hij is aan het werk allemaal. Produceren. Hij is goed, man. Hij gaat er niet weer. Hè? Zien we weer. Die computer is trouwens wel afgesloten. Dat wij allemaal hebben succes. Dat was geweest, hè. Gebruik hem gericht. Ja, Sander, sterker. Ja, tuurlijk. Ja, ik ga niet aan, maar kijk. Ik ben er zo. 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 Ik ben er zo.